Goedemiddag allemaal. Welkom in onze middagdienst. Ook voor de gasten in ons midden en voor de mensen die thuis met ons verbonden zijn, een hartelijk welkom. De collecten, de eerste en de tweede voor de diaconie en de kerkrentmeesters. De derde voor de predikantsplaats en wilt u ook aan de zendingsbus denken. We mogen allemaal zingen en bij het verlaten van de kerk letten we even op de stewards voor de goede uitstroom. Als voorgaansang gaan we zingen uit Weerklank. 431, de coupletten 1 en 2. Dus 431, 1 en 2. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst met God in ons midden. Thank you.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van generatie op generatie en in eeuwigheid. En die het werk van zijn handen nooit loslaat. Amen. Genade en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Kernwoord van de preek van vanmiddag is vrijheid. Naar aanleiding van Galaten 5 vers 1 en 13 staat dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Thema, leven met God, geloven, een harnas of vrijheid. We gaan samen opnieuw zingen. Psalm 107 vers 1, een lied van bevrijding. 107, het eerste vers. Met de kerk van Christus die van alle tijden en plaatsen is, belijden we het geloof met woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en antwoorden daarop met Psalm 99 vers 8. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer. 99 couplet 8. Wij belijden, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon. Onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren naar de maagd Maria, die geleden heeft, onder stadhouder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer opgestaan uit de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij ook weer zal terugkomen, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van mijn zonden. Ik geloof de wederopstanding van mijn lichaam. En ik geloof een eeuwig leven.
Laten wij bidden. Eeuwige God en Vader, wij danken u dat we hier zijn. Uit de drukte of in de stilte van ons leven, hier in uw huis. Of thuis, op ons plekje, met dit huis verbonden. Of op welke plek dan ook. Dit huis dat een huis van gebed is. Waar de gebeden van hen die ons voorgingen nog hangen. En wij vanmiddag onze gebeden daarbij voegen. Wij bidden u om geloof. Om hoop. Om liefde. We bidden om u. En we vragen u, ootmoedig, wees in ons midden, zoals we zongen, voorafgaand aan deze dienst. Wees in ons midden, als we Bijbel lezen, als we zingen, als we luisteren, dat we met eenvoud en met openheid uw woorden horen en begrijpen. Dat uw woord voorbij de letters en de zinnen ons raken. Ons overtuigen. Ons troosten. Ons richting geven. U die ons kent. Ons echt kent. Beter dan wij elkaar kennen. En beter ook dan we onszelf kennen. We bidden u, spreek ons aan waar wij het nodig hebben. Wij hier in de kerk en zij die thuis met ons verbonden zijn. Spreek tot ons. U die ons kent en ons doorgrondt. Laat ons alstublieft niet alleen met onszelf, maar met hem, de Heer Jezus Christus, die ons leven is. Dat we gevoed worden in het vertrouwen op u. In weerwil van alles wat daar tegen inkomt en tegen opkomt. Van binnenuit en van buitenaf. Zo bidden we. Kom met uw geest. Open uw woord voor ons hart. En ons hart voor uw woord. Bij ons allemaal, klein en groot. En verheerlijk uw naam. Bouw uw gemeente. Zo danken en zo bidden we. Uit genade en om Jezus wil. Amen. We openen de Bijbel in het Nieuwe Testament. De brief van Paulus aan de diverse gemeenten in Galatië. De brief is geadresseerd aan diverse gemeenten, ja. Die gesitueerd waren in de afgelegen bergachtige streken van Klein-Azië, het huidige Turkije. Het is een hartstochtelijke brief, want het evangelie stond op de tocht. Galaten 5, de versen 1 tot en met 7 en daarna de versen 13 tot en met 18. Galaten 5, vers 1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Zie, ik, Paulus, zeg u dat als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. U bent van Christus losgeraakt. U die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. En daarmee bent u uit de genade gevallen. Want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de gerechtigheid waarop wij hopen. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof dat door de liefde werkzaam is.
U liep zo goed. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? En dan vers 13. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Tot zover. Dit zijn de woorden van God. Zalig die ze hoort, gelooft en in het hart ook bewaart. Halleluja. Ik zie jouw kinderen in de kerk, dat is mooi. En misschien kijken ze thuis ook wel mee. Zou zomaar kunnen. Hey, jongens en meiden, vrij zijn, dat is wel prettig, denk ik, hè? Vakantie hebben, toch? Natuurlijk. Ik denk dat je dat liever doet dan naar school gaan. En ik hoop dat je van de vakantie geniet. Zul je ook vast doen. Lekker doen en laten wat je zelf wil. Toch? Nou ja, is dat echt zo? Als je die vrijheid gebruikt om dingen te doen die niet oké zijn, ruzie zoeken, kattenkwaad uithalen, iets vernielen, dan ben je niet echt vrij, hè? Dan ben je gevangen door verkeerde dingen. Echte vrijheid is als je leeft zoals God het heeft bedoeld. Toen hij ons mensen schiep. En hoe heeft de Heere God het ooit bedoeld? Nou, dat we met ons hele hebben en houden God lief hebben en elkaar. Voor hem leven en voor elkaar in liefde. En weet je wat nou het wonder is? Dat wil hij ons weer leren en geven. Om echt vrij te zijn, geen slaafje van de duivel, de vijand van God, maar een vrij en blij kind van God. Daar wil God ons weer hebben. En dat we doen wat hij graag ziet. Nou, daarvoor heeft de Heere God ons 10 mooie regels gegeven. Hè? Die ken je wel. 10 mooie regels. Wel, anders zouden we niet weten hoe het moest. God liefhebben en elkaar. En nou zou je denken, regels. Regels zijn toch niet fijn? Dan zit je toch in een soort harnas van dit moet en dat mag niet. En je weet, een harnas, die droegen de ridders, hè. En zo'n ijzeren pak zit niet lekker, hè. Je kunt je daarin niet goed bewegen. Is leven met God, is dat in een soort harnas zitten? Je niet vrij voelen? Of betekent dat juist vrijheid? Nou, daar gaat de preek over. En ik denk, als je goed luistert, als je dat probeert, dat je er best wel wat van zult begrijpen. Geloven, leven met God, een harnas of vrijheid? We gaan ter voorbereiding op de preek zingen. Psalm 78 vers 1. Een oproep om te horen wat God te zeggen heeft. En daaraan voorafgaand is er een collecte moment. En dat moment beveel ik heel graag bij u en jou aan. En vervolgens zingen wij Psalm 78 vers 1.
Straks na de preek zingen we uit de bundel Weerklank, lied 469, de versen 1 en 2. 469, 1 en 2, uit Weerklank. Voor uw liefde, Heer Jezus, dank u wel. Geloven, leven met God, een harnas of vrijheid. Gemeente van Christus, broeders en zusters, jongens en meiden. Vorig jaar mei was het 75 jaar geleden dat er een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Wat een feest was dat. Degene onder ons die het hebben meegemaakt weet het nog heel goed. Men was uitzinnig van blijdschap. Versierde tanks met Canadese soldaten en juichende Hollanders reden door de straten. Eindelijk vrij. In de kerken die in de oorlogstijd weer volgelopen waren, werd Psalm 126 toen vaak gelezen en gezongen. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan, daarom zijn we blij. En de hoop herleefde dat de Nederlandse samenleving weer meer een christelijk stempel zou gaan dragen. De eerlijkheid gebiedt echter te zeggen, andere vijanden namen van ons bezit. Materialisme, hebzucht, genotzucht. De drang om te consumeren en te genieten is nog nooit zo sterk geweest. En de trots op onze zogenaamde nieuwe vrijheden nog nooit zo groot. Vrije relaties, vrije seks, vrije beschikking over leven en dood. Grenzeloze vrijheid. Doen en laten wat je zelf wil. Je niet laten beperken, niet gebonden zijn. Voel je vrij. Ook van geloof en kerk. Die beknotten je vrijheid alleen maar. Weet u, zei ze tegen mij, die mevrouw die ik sprak. Ik begrijp best dat de kerk nodig is om mensen in het gareel te houden. Veel mensen hebben dat nu eenmaal nodig. En dan is het gewoon heel goed dat er gezegd wordt, dit wel en dat niet. Maar ik heb dat niet nodig. Ik ga mijn eigen weg en ik volg mijn eigen geweten. En dat gaat prima, moet ik u zeggen. En dat echode lang bij me na. Blijkbaar kun je dus zo'n idee hebben over geloof en kerk. Om je in toom te houden. Regels op te leggen. En als je erop gaat letten, dan merk je dat er vaak zo wordt gedacht. Dat geloven samenvalt met regeltjes. Wat je allemaal moet en vooral wat je allemaal niet mag. Dat het geloven een harnas is waar je in gevangen zit. En ik vertel dat ook al aan de kinderen. Een harnas zit niet lekker. Je voelt je onvrij. Stralen we dat uit als christenen? Dat geloven een soort harnas is van allerlei regeltjes, van veel moeten en niets mogen? Ik mag toch hopen van niet. Want als je de Bijbel leest, ligt het totaal anders. Geloven is niet gevangen zitten in een harnas van regeltjes. Geloven is vrijheid. Maar wel een heel andere vrijheid dan de vrijheid waarin je zelf al uitmaakt wat goed en niet goed is. Laten wij vanmiddag luisteren naar wat Paulus uit naam van God schrijft. Onze tekst. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat je niet weer met een juk van slavernij belasten. Oftewel, laat je niet weer in een harnas stoppen. Wat bedoelt hij? Wat is de situatie waarin hij schrijft? Nou, er waren in Galatië, in die jonge christengemeenten daar, Joodse christenen gekomen. En die beweerden, om echt christen te zijn, moeten jullie, christenen uit de heidenen, je ook aan de Joodse wetten houden. Om door God geaccepteerd, goedgekeurd te worden, moet dat echt. En in elk geval moeten jullie je laten besnijden. Net als wij. En ja, die pasgelovigen lieten daar hun oren naar hangen. En als Paulus daarvan hoort, wordt hij furieus.
Vers 7. Wie heeft jullie verhinderd om de waarheid te blijven gehoorzamen? Met andere woorden, jullie waren zo op de goede weg. Jezus Christus heeft voor onze redding alles volbracht. Totaal en volkomen. Daar hoeven wij nooit meer iets aan toe te voegen. Dat kan ook niet. Als je die weg opgaat, beroof je de Heer Jezus van zijn eer als 100% verlosser. Als je zijn reddend offer probeert te combineren met je eigen offers, je eigen zogenaamde goede doen, en op basis van die combinatie met God in het reine probeert te komen, ja, dan raak je Jezus kwijt. Vers 4. Dan raak je van hem los. En daarmee ook van God. Dan val je buiten het bereik van zijn genade. Ja, zo ingrijpend en zo fataal is het als je je redding ook maar voor het kleinste deel van je eigen inbreng verwacht. Wie ook maar één stap in die richting doet, zegt Paulus, schakelt Jezus uit. Dan vers 2, dan is hij je van geen nut. Zonde, letterlijk. Fel trekt Paulus van leer. En even eeuwen later Maarten Luther niet minder. Het is geen wonder. Want elke toegefelijkheid op dat punt is dodelijk. Je kunt een trein niet een klein stukje naast de rails laten lopen en zeggen, wat geeft dat nu? Een klein stukje naast de rails is helemaal ontspoord. Zo zwart-wit ligt het. Paulus zegt, door het geloof in Christus hebben jullie volledige vrijspraak ontvangen. Sta dan vast in die vrijheid. En laat je niet weer met een juk van slavernij belasten. Dat je aan bepaalde voorwaarden denkt te moeten voldoen om voor genade in aanmerking te komen. Zoals een slaaf bij zijn baas. Zo beroof je niet alleen de Heer Jezus van zijn eer, maar je berooft jezelf ook van geloofsvrijheid en geloofsvreugde. En je wordt er bovendien hondsmoe van. Zoals kinderen die altijd op hun tenen moeten lopen om van hun ouders een complimentje te krijgen. Dat is toch heel vermoeiend als je zo wordt opgevoed. Als je altijd maar opgedreven wordt tot hogere prestaties. En je als kind gaat denken, ze houden alleen van me als ik hoge cijfers haal. Als ik presteer. Ja, dat dacht Paulus vroeger ook. God heeft me alleen lief als ik voldoende voor hem presteer. En dat deed hij ook alle moeite voor om zoveel mogelijk punten te halen. In de hoop dat hij er dan voldoende verzameld had om in aanmerking te komen voor een plek in het eeuwige koninkrijk van God. Hij werd er doodmoe van en het schoot maar niet op. Geen wonder ook. Want de volmaakte, belangeloze liefde waarin God ons mensen geschapen heeft en die hij terecht van ons verlangt, die is bij niemand meer te vinden van huis uit. En bovendien, goed beschouwd, de inspanning die je getroost om bij God in een goed blaadje te komen is niet meer dan eigen liefde om er zelf beter van te worden. Zo ligt het in alle eerlijkheid. En toen op een dag kwam de Heer Jezus Paulus' leven binnen. Onderweg, u weet het, naar Damascus. En kwam hij genadig genoeg tot het inzicht. Waar ben ik helemaal mee bezig? Ik probeer in mijn hoogmoed een ladder naar de hemel
op te zetten en naar God toe te klimmen met mijn zogenaamde goede doen. Alsof ik dat zou kunnen. Al doe ik nog zo mijn best. Ik haal het niet wat God terecht van mij vraagt. Ik ben en blijf een mensje met zonden en fouten en gebreken. De hemel is altijd te hoog. En toen ging hem genade genoeg een licht op. Ik hoef niet naar God toe te klimmen. Hij is zelf naar beneden gekomen. Als mens. Als Jezus. En heeft het volmaakte leven geleefd dat wij hadden moeten leven. Het leven dat God voor ogen had toen hij ons mensen schiep. Hij heeft ons leven plaatsvervangend overgedaan. En dat niet alleen. Ons kwaad, onze zonde, liet hij zichzelf aanrekenen. Hij boette voor onze schuld. En bereidde zo voor ons verzoening. Dat was Paulus' grote ontdekking. Ja, onze ogen moeten er wel voor open gaan. Onze geloofsogen. Want het is natuurlijk een bizar verhaal. Een redder aan een kruis die daar de toorn van God over onze zonden ondergaat. Onze plaats inneemt. Mijn plaats. Iemand zei eens tegen mij, ja, maar ik ben toch zelf verantwoordelijk voor mijn daden. Ik kan toch alleen zelf daarvoor de schuld dragen. Ik snap daar niks van. Ik ook niet, zei ik. Ik ook niet. Het is een wijsheid, een liefde, een genade die mijn denken finaal te boven gaat. Paulus' geloofsogen gingen ervoor open. De ontdekking van zijn leven. Ja, noem het gerust een openbaring. O God, ik heb het nooit zo begrepen, maar dat u daar op Golgotha in Jezus Christus, dat u daar zelf in hem hing, in mijn plaats. Dat betekent dat ik verdien wat u daar leed. Verloren moet ik zijn. Wees mij, de zondaar, genadig. En zo verloor Paulus het van God. Om tegelijk te zien, niet ik hang daar, maar Jezus. Als de koning die een knecht, een lam wilde zijn. En ik mag wonder boven wonder vrij uitgaan. Om Jezus wil vrijgesproken. Wat een bevrijding. En ik hoop dat uw ogen, dat jouw ogen daar intussen ook voor open gegaan zijn. En om tot die ontdekking te komen, dat verloopt bij ieder weer anders. Maar het geheim ervan is hetzelfde. Het gaat meestal niet zo plotseling als bij Paulus. Maar meer gaandeweg. Dat de Heilige Geest via opvoeding en onderwijs, bij een open Bijbel, je ogen er al meer voor opent. Je blik verruimt. Je verzet breekt. En je afhelpt van de idee dat je eerst een voldoende moet zien te halen bij God, alvorens door hem geliefd te worden. En het zou zomaar kunnen zijn dat je dat herkent, die gedachte, waarin je heel makkelijk gevangen zit. Om door God aanvaard te worden, denk je dan, leef ik nog niet goed genoeg? En bid ik nog niet goed genoeg? En geloof ik nog niet goed genoeg? Eerst moet ik nog meer van dit en dat en minder van zus en zo. Lieve mensen, houd ermee op. Houd ermee op. Er is definitief maar één weg naar God. Niet de weg van bestdoenerij. Niet de weg van mezelf aanvaardbaar proberen te maken voor God. Want dat is hetzelfde als
willen proberen naar de hemel toe te klimmen. Maar het is de weg van overgave. Je failliet erkennen. Heere Jezus, zie mij voor u staan. Zondig en onrein. Ik haal het niet, ik red het niet. Maar u wilde het voor mij redden. 1000 maal dank. Uw bloed, dat reinigt mij. Doet me leven. En maakt me vrij. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus je vrijgemaakt heeft, roept Paulus ons toe. En laat je niet weer met een juk van slavernij belasten. Ja, dat is geen overbodige oproep. Want voor je het weet, neem je als gelovige toch weer een slavenjuk op je. Trek je toch weer dat harnas aan. Vooral als je jezelf tegenkomt, oploopt tegen je dagelijkse zonden en gebreken en minder toegewijd blijkt te zijn aan God als je zou willen. En bang bent er te makkelijk over te denken. Als vanzelf val je dan terug in dat systeem dat je aan dit en dat denkt te moeten voldoen om met God in het reine te komen. Bij hem in de gratie. En goed beschouwd is dat niet minder dan een intense belediging van de Heere Jezus. Want dan wijs ik toch, hoe je het went of keert, dan wijs ik toch zijn afdoende kruisoffer af. Nogmaals, zegt Paulus, nogmaals, dan raak je van Jezus los. Dan val je uit de genade. Nou, dat ligt er niet om. Vandaar die hartstochtelijke oproep van God zelf via Paulus. Sta dan vast in de vrijheid. In de vrijheid die je in Christus is geschonken. Ja, ik moet er telkens weer toe opgeroepen worden. En daarom is het zo belangrijk om bij een open Bijbel te leven. Om die vrijheid telkens weer te laten aanzeggen. En erin te blijven staan. Nou ja, je begrijpt wel, als je deze oproep op je laat inwerken, dan is het christelijk geloof het tegenovergestelde van een harnas. Het is vrijheid. Omdat God niet naar me kijkt als een examinator. Die moet presteren. Als een examinator naar een examenkandidaat die moet presteren. Maar als een vader naar zijn kind. Een kind dat hij lief heeft. Mijn aanvaarding door God hangt niet van mijn gehoorzaamheid aan de eisen van de wet af. Maar van geloof in Jezus Christus, die toen hij stierf de vloek van de wet voor mij gedragen heeft. Ik mag geloven, om Jezus wil heeft God niets meer op me tegen. En het eeuwige oordeel kan mij op geen enkele manier meer bedreigen. De toekomst ligt open. Wat een vrijheid. Sta dan vast in die vrijheid. Tot lof van God. En tot zegen van jezelf. Komt het dan niet meer zo nauw hoe ik leef? Nou, luister maar. Vanaf vers 13 en volgende, daar zegt Paulus: u bent tot vrijheid geroepen, broeders en zusters. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Ja, christelijke vrijheid heeft altijd twee kanten. Het is vrijheid van iets, namelijk van de veroordelende kracht van de wet. En ook vrijheid tot iets. Tot het doen van de wet. Niet als een bange slaaf
om te verdienen, maar om als een vrij en blij kind te dienen. God en mijn naaste, in dankbare liefde. Vrijheid, echte vrijheid, is er alleen in gebondenheid aan God en zijn goede geboden. Dat lijkt tegenstrijdig. Vrijheid in gebondenheid. Maar dat is het hem juist. Echte vrijheid bestaat slechts bij de gratie van grenzen. Een voorbeeld kunnen de kinderen ook begrijpen. Een meisje ging eens met haar moeder vliegeren op het strand. En ze genoten van het mooie weer en van de vlieger. Hoog in de lucht. En dat meisje zei, als ik nou die vlieger loslaat, dan kan die nog hoger. Dan is die nog vrijer in de lucht. Maar haar moeder zei, weet je waarom die vlieger zo hoog staat? Omdat jij het touw vast hebt waaraan die vlieger vast zit. Als jij het touw loslaat, ja, dan stort die neer. Het is soms heel aantrekkelijk om de goede geboden van God maar even los te laten. Maar voel je je dan vrij? Als je in de winkel stiekem iets in je zak stopt en niet voor wil betalen, voel je je dan vrij? Nee, je kijkt bang om je heen of iemand het heeft gezien. En bij de kassa begint je hart sneller te kloppen. En als je buiten bent, voel je je nog steeds niet happy. En voel je je vrij als je met je ellebogen werkt? Als je naar je toe graait en niet deelt? Voel je je vrij als je de fiscus een loer draait? Voel je je vrij als je een spannend avontuurtje begint met je collega? Voel je je vrij als je de hand ligt met de coronaregels? Zo van, maakt het uit. We zijn vrijgemaakt niet om er een potje van te maken, maar om eindelijk toe te komen aan onvoorwaardelijk liefhebben, net als Jezus. De geboden, ze beknotten ons niet, maar scheppen juist ruimte, vrijheid, geven zegen, brengen happy moments, omdat het goede leven erin opgesloten ligt. En daarom levert het christelijk geloof juist een flinke bijdrage aan het welbevinden van de samenleving als geheel. Omdat die vrijheid ook mijn relatie met mijn medemensen kleurt. Een vrij christenmens, ja, dat is de ideale burger. Heeft aandacht voor zijn naaste. Welk getuigenis geven wij af, ook in deze coronatijd? En dat geeft die oproep van in vers 13 extra gewicht. Dient elkaar door de liefde. Hebben wij dat niet hard nodig in de heftigheid van vandaag? In een samenleving waarin de lontjes steeds korter worden? De agressie, de onverdraagzaamheid, het egoïsme toeneemt. Staande in de vrijheid van Christus leven wij de liefde in woord en daad. En dat maakt verschil. Vooral maakt het een stukje geduldiger, hoopvoller, liefdevoller. Gaat dat dan vanzelf goed? Ach, dat woordje vanzelf komen we in de Bijbel niet tegen. Ik hoor wel eens zeggen, ja, als je bekeerd bent, dan gaat het allemaal vanzelf. Nou, vergeet het. In het geloof gaat er niks vanzelf. Vandaar die oproep van Paulus in vers 16. Wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees, het gaan voor eigen belang, niet volbrengen. Met dat we tot geloof kwamen, ons hart aan Jezus verloren, kwam de Heilige Geest in ons wonen. Realiseren we ons dat?
Paulus zegt in 1 Korinthe 6, of weet u niet, zegt hij tegen de gelovigen, of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont? En ja, met dat de Geest bij ons binnenkomt, ontstaat er een strijd tussen de verlangens van de Geest en de verlangens van het vlees, onze eigen zondige natuur. En weet u waar de Geest naar verlangt? Om ons gelijk te maken aan Christus. Om zijn belangeloze liefde te leren leven. En de Heilige Geest neemt daartoe zelf het initiatief als onze hoofdbewoner, onze leider. Hij vormt binnenin ons goede verlangens en oefent zachte druk op ons uit om aan zijn leiding en sturing toe te geven. Zaak om hem daar niet in tegen te staan. Vandaar die oproep, wandel door de Geest. De Geest leidt ons. Ja, dat doet de Geest. Hij leidt ons, maar wij moeten wandelen. Onszelf ertoe zetten dat na te volgen waarvan we weten dat het goed is. Zodat de vrucht van de Geest in ons leven zichtbaar wordt. Liefde. Verderop in het hoofdstuk worden ze genoemd, die deelvruchten van de Geest. De liefde voorop. Ja, want daar draait alles om. Liefde die handen en voeten krijgt in geduld, in vriendelijkheid, in goedheid, in trouw, in zachtmoedigheid, in zelfbeheersing. Ja, dat is een vrij leven, ten voeten uit. God tot eer en onze naasten en onszelf tot zegen. Nou ja, dat ga ik nu verder niet uitwerken. Dan moet je zelf maar eens op doordenken wat dat dan concreet voor je betekent. Vandaag en morgen en overmorgen. Thuis en onderweg. Op je werk en tijdens vakantie. Ga er maar aan staan. En vergeet dan niet de hulpmiddelen te gebruiken die God zelf daarvoor aanreikt. De Bijbel, het gebed. Niet zomaar de deur uithollen 's morgens. Of thuis aan de slag gaan. Maar een Bijbelwoord tot je nemen. En bidden om de leiding van de Heilige Geest. Ik durf te zeggen, dat maakt alles uit die dag. Genoeg gezegd, ik ga afsluiten. Iemand zei eens, leven zonder God, leven naar je eigen idee, is alsof je uit een vliegtuig springt zonder parachute. In het begin gaat het nog wel. Je voelt je zo vrij als een vogel in de lucht. Maar het wordt je dood. Leven met God, zijn woorden als leidraad, is vrijheid. Echte vrijheid. Vrede. Vreugde. Vrijgemaakt door Christus om God en de ander in liefde te dienen. In de storm van deze tijd. Wandelend door de Geest. En dat is een vooroefening voor straks. Wanneer we het volmaakt zullen doen. Een eeuwigheid lang. Amen. Thank you.
Laten wij danken en bidden. Genadige en barmhartige Heere, wij danken en aanbidden U. U die ons in Christus bevrijd hebt van het slavenjuk van de wet. Wat een bevrijding. Want wij halen bij lange na niet wat U van ons vraagt. 100% liefde voor U en voor de naaste. We danken U, Heer Jezus, dat U de wet voor ons hebt vervuld, volmaakt. En dat we door het geloof in vrijheid mogen leven. Aan de hand van Uw goede geboden. Niet om Uw gunst, genade te verdienen, maar om te dienen. U en elkaar, uit dankbaarheid, in liefde. Vervul ons alstublieft telkens met Uw geest. Opdat we in de vrijheid die U bereid hebt blijven. En niet opnieuw het vermoeiende juk van de wet op ons nemen. Om onszelf te proberen aanvaardbaar te maken voor U. We bidden U om geloof, om overgave. Als het er nog niet van kwam. Om verlevendiging van het geloof als het op een laag pitje staat. Om wat voor reden ook. Om licht in de duisternis. Wij die tot vrijheid geroepen zijn en worden, doe ons wandelen door de geest. Dat de vrucht van de geest meer en meer in ons leven zichtbaar wordt. Tot lof van Uw naam en tot zegen van elkaar. En we bidden U, verlos ons land van de nieuwe slavernij waarin we terechtgekomen zijn. En we belijden U dat we ons hebben laten knechten door zogenaamde nieuwe vrijheden. Machten en krachten die ons gevangen houden. Een leven in vrijheid met U in de weg staan. We bidden U, geef bekering, geef een omkeer. Een terugkeer naar U en Uw dienst. Te beginnen bij onszelf, waar nodig. Geef ons een leven in hartelijke toewijding aan U, in woord en daad, persoonlijk en als gemeente. Dat we ons niet laten meeslepen door de waan van de dag. We dragen elkaar op in vreugde en zorg. U weet alle dingen. Ontfermt U zich. Wees nabij. We bidden U voor Uw wereld, Uw schepping, waarin zoveel gebrokenheid is. O God, we bidden om de krachtige werking van Uw geest. Laat het evangelie krachtig werken op zoveel plaatsen in de wereld. Zegen alle die in Uw dienst werkzaam zijn. En een speciale taak daarin hebben. Maar zegen ons allen om de vrijheid waarin we mogen staan door het geloof uit te leven, uit te dragen. Dat anderen erdoor getriggerd worden, aangestoken, op Uw spoor gezet. Steek zo alstublieft in alle ellende die er is, Uw handen helpend en helend uit. En geef vooral dat we, terwijl deze wereld op haar achterste benen loopt en het er niet beter op wordt, dat we eens te meer zullen volharden bij U. En zullen zien waar het op aankomt. En een beroep blijven doen op Uw beloften. Wakker het verlangen naar Uw toekomst aan. En intussen gaat U door alstublieft met het werk om velen in de hartelijke liefde te verbinden aan U en Uw dienst. Zo bidden we. En zo danken we voor de diensten van deze dag. Ga met ons mee. U weet het, Heere, als we alleen thuis komen, als we met elkaar thuis komen, geef ons een goede avond, een goede nacht. We bevelen elkaar aan bij U in deze nieuw begonnen week. Het zij we weer aan de slag moeten of vakantie houden. Hoe dan ook, draag ons, bescherm ons en breng ons Uw woorden in herinnering, opdat we ervan leven en het in praktijk brengen. Heere onze God, U de lof en de dank, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Psalm 119, vers 8 is ons slotlied. 119.
vers 8. Ontvang nu alle de zegen van de Heere onze God voor u en voor alle die bij u horen. En ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest met u en jullie allen. Amen.